Minister Brontë Sommaharju van Binnenlandse Zaken ondergaat de zwaarste politieke storm in zijn carrière. Dit haalde hij gisteren aan in de Nationale Assemblée tijdens een toespraak. De bewindsman zegt dat hij vele appberichten kreeg van bezorgde mensen, echter bevestigt hij nog in functie te zijn. Hij zegt dat de bezorgde mensen zich geen zorgen over hem hoeven te maken. Hij is echter niet bang voor de aantijgingen, omdat hij die kan weerleggen. Echter is hij teleurgesteld van welke kant het komt. Politiek kan mooi zijn. Mooi wanneer je het juiste beleid voert en daardoor veel mensen kan helpen. Maar politiek kan ook door hebzucht, door de drang naar macht of door de drang naar behoud van macht lelijk zijn, voorzitter. En op dit moment is deze politieke storm waarin ik zit erg lelijk. Voorzitter, de president heeft mij gisteren gelukkig niet ontslagen. Gelukkig niet ontslagen. Ondanks zware politieke druk, voorzitter, heeft hij mij niet direct ontslagen. Hij heeft mij om informatie gevraagd, aanvullende informatie, voorzitter. En dat heb ik vandaag gestuurd. En ik geloof dat dat genoeg zal zijn. Voorzitter. Sommaharju zei dat de veroorzaker van de storm waarin hij zit stukken heeft gegeven aan leden van de oppositie om te brengen in DNA. De bedoeling moet zijn om de president onder druk te zetten. Ik heb de leden van de oppositie gezegd, breng het. Want ik heb geen boter op mijn hoofd. Weet je wat ze zeggen, voorzitter? Ze zeggen nee, Brontë. Wij gaan ons niet voor het karretje laten spannen. Ik ben ze daar dankbaar voor. Voorzitter, ik ga afsluiten over dit stukje. Mijn huid, wat ik zei, voorzitter, is dik. Nog net niet zo dik als die van de olifant. Nog net niet zo dik. Nog net niet zo dik. Maar het is een zware politieke storm waarvan ik niet verwacht uit welke hoek het komt. Maar ik moet u ook zeggen eerlijk, voorzitter. Ik heb ook hulp gehad van mensen waarvan ik het niet had verwacht uit welke hoek het komt. Eerder op de dag waren de president en vicepresident in gesprek met Brontë en Paul Sommaharju over deze kwestie op het kabinet van de president. Het staatshoofd komt later met de verklaring.